Geachte inwoners van Putten, ik wil mij nu vooral richten tot de mensen die 70 jaar en ouder zijn. Binnenkort zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer, die in deze tijden van corona iets anders verlopen dan anders. We hebben het mogelijk gemaakt dat u toch gewoon uw stem kunt uitbrengen. Vooral voor de risicogroep zijn er op 15 en 16 maart twee stembureaus speciaal geopend. Dat is het stembureau in het gemeentehuis en het stembureau aan de Arendshof. Zij zijn gewone tijden geopend, dat wil zeggen van 's morgens 7:30 tot 's avonds 9:00. Natuurlijk kunt u ook gewoon daarnaast de 17e stemmen op het stembureau van uw keuze. Kunt of wilt u deze keer niet naar het stembureau komen, dan kunt u ook per brief stemmen. U moet uw brief dan voor 12 maart 's middags 5 uur in de bus stoppen. U kunt hem natuurlijk ook af laten geven bij het gemeentehuis, ook voor die tijd. En als u dat doet, dan weet u zeker dat uw stem meetelt. Zoals gezegd, het stemmen gaat dit jaar wat anders dan anders. En ik kan me goed voorstellen dat u vooral bij het briefstemmen wat extra hulp nodig heeft. Graag verwijs ik u dan daarvoor naar dit filmpje. Heeft u verder nog vragen? Bel gerust met ons, we staan u graag te woord, want iedere stem telt.